Om het zo duidelijk mogelijk te houden, heeft de overheid gemeend dat er verkeerstekens moesten komen. Helemaal geen gekke gedachte. Zo is er bijvoorbeeld ooit een zebrapad bedacht. Officieel heet dat een voetgangersoversteekplaats. Dat lijkt heel simpel een plaats te zijn waar voetgangers oversteken. Ja, zo lijkt het. Het is ook een plaats waar voetgangers vaak niet oversteken. Omdat ze het makkelijker vinden om ergens anders over te steken. En, niet onbelangrijk, omdat ze dan tegelijkertijd het verkeer nog een beetje kunnen bijsturen. Zag je die vrouw nog gebaren? Ja. Voor de autobestuurders onder ons is en blijft het gewoon goed uit de doppen kijken. Staan blijven, goed zo. Die ook, hoe zijn we al? Niet dat alle bestuurders daar op dezelfde manier uiting aan geven, overigens. Dat is de enige manier waarop we wel zouden zeggen van luister, we nemen. Kijk dan, nee. Niet alle bestuurders hebben evenveel mededogen met de overstekende medemens. Nou, moeders. In schril contrast met de bestuurders van onze cameraauto's, die het soms ook wel een klein beetje lijken te overdrijven. Ja, hier is een zebra op pad, meneer. Kom maar, eens wat geld geven, gaat het niet over. Maar hoe heten die strepen nou eigenlijk officieel? Nou, in gewone mensentaal heet het de zebra. Ik steek over bij de zebra. In vaktaal heet het een VOP, een voetgangersoversteekplaats. Nou ja, hoe we een ding ook noemen, wat is de officiële functie daarvan? Een zebra is een gelegenheid voor voetgangers om over te steken. Nou, dat willen we liefst veilig doen. Dus we zorgen ervoor dat er een oversteekvoorziening komt die ook juridisch beschermd is voor de voetganger. En hij moet dus ook aan een aantal voorschriften voldoen. Zo moet hij een bepaalde breedte hebben, een minimale breedte, 4 meter. Hij moet wit zijn, dus geen gekleurde vlakken, wit. En de witte vlakken moeten ook een bepaalde diepte hebben. Dat is een 40 tot 60 centimeter. En dan moet er ook nog, als echt de zebra wordt toegepast, een bord voor staan. Het blauwe bord met de voetganger die oversteekt op de zebra. Welke regels gelden er voor voetgangers die bij de zebra willen oversteken? Nou, de regel is eigenlijk heel eenvoudig. Op het moment dat ze op de voetgangersoversteekplaats aanwezig zijn, hebben ze vanzelfsprekend het recht van doorgang. Dus de bestuurder moet de voetganger voor laten gaan. Maar het begint al eerder. Als zij kennelijk het voornemen hebben de voetgangersoversteekplaats te gaan gebruiken, moet de bestuurder al bij zichzelf gaan beseffen, ik moet die voetganger voor laten gaan. Oh, het is Peter toch een ontzettende fijne, het is een voorbeeld, het is een sieraad voor het korps. Wie mogen er eigenlijk allemaal gebruik maken van de voetgangersoversteekplaats? Degene die gebruik mogen maken van de voetgangersoversteekplaats is natuurlijk in eerste aanleg de voetganger. En andere personen waarvan de regels gelijkgesteld zijn met voetgangers. En denk daarbij aan de fietser die te hand wordt meegenomen. De persoon die een kinderwagen meeneemt. De skater. De bestuurders van een gehandicaptenvoertuig. En dan heb je, over het algemeen, heb je wel de meeste benoemd. Nou, dat lijkt niet moeilijk. Bijna elke automobilist denkt van, nou, ik doe het goed. Ik kom rustig aanrijden en ik geef alle gelegenheid. Terwijl de voetganger daar een duidelijk andere mening over heeft. Duidelijk andere mening. Maar hoe kan dat nou? Het heeft te maken met het feit dat we de regels niet meer zo goed kennen. Dat is één. Dus de wetgeving is zo veranderd dat je dus nu ook de voetganger die aanstalten maakt voorrang moet geven. Dat was vroeger niet zo. Dat weten heel veel mensen niet. Ook de onduidelijkheid van de voetganger, die een beetje scharrelt. Dus wees duidelijk als voetganger. Geef duidelijk aan dat je echt wil oversteken. En dat je niet terughoudend bent en wacht of twijfelt. Bij een zebra hoort dat je met een gepaste snelheid ook die zebra nadert om te kijken of inderdaad er een voetganger aankomt die aanstalten maakt om. Als er nu de wisselwerking ontstaat dat mensen te hard rijden en dus maar doorrijden, dan krijg je inderdaad het gegeven dat veel mensen terughoudend worden. Dan is de oplossing van hoe kan ik die zebra zeer zijn ook zo aankleden dat ze inderdaad ook gezien worden door de automobilist en benaderd worden met een voldoende lage snelheid. Want die snelheid is het grootste probleempunt als het gaat om verkeersveiligheid, verkeersonveiligheid natuurlijk. Goeiedag. Hoi. We staan hier namens gemeente Rotterdam om de veiligheid op de zebrapaden te verbeteren. Ja. Ik wil heel graag deze aanbieden. Okay. Stel wat regels en tips op. Ongeveer 10% van de ongevallen is een voetgangersongeval. Dus zeg maar een 80 dodelijke voetgangersongevallen per jaar.
En daarvan gebeurt dus een 14% op zebra's. Alsjeblieft, meneer, voor een veilige zebra. Dank u wel. Dat zijn dus 11 mensen die per jaar op of rond een zebra verongelukken. Dat is veel. Veel te veel. En dat moeten we dan ook maar ernstig terugdringen. En dan moeten we daar extra aandacht aan gaan besteden. En dat is juist bij een verkeersteam dan helemaal aan de orde. Als dat getal zo naar boven komt drijven, dan zullen wij de eerste zijn om daarop te handhaven. Waarvan akte, Eddy? En meteen maar beginnen? Zebra. Kijk hier. Ja, maar dat krijg je niet. Dat kun je nog ook wel 18 RBRGO. Ja. Asociaal. Hij het zo weer ziet. Beide bestuurders worden aangesproken en even meegenomen. Over deze weg op een gegeven moment hebben we daar een zebrapad. Ja, ik zag hem. Ik dacht die auto voor mij. Dan zag ik die man wel draag zebrapad. Dus nog niet gereden. Ja. Maar ik had moeten stoppen. Absoluut, absoluut. En die meneer ook. Ja. Daar staan jullie allebei aan de kant. Ja, ik ga. Dus daar krijgen jullie allebei een bekeuring voor. En iemand die bij het zebrapad die wil graag oversteken, daarvoor is dat zebrapad daar ook aangelegd. De bekeuring is 150 euro. Hè? Die is 150 euro. Maar kan ik als verklaring opschrijven dat u die voetganger niet voor liet gaan? Ja. U hebt hem wel gezien? Ja, zeker heb ik hem gezien. Ja. Ben ik was nog maar net aan de kant erop. Ik denk, dat kan altijd. Ja, ja, maar goed, dan heeft een voetganger nooit de zekerheid van... Maar zo gauw kan hij niet bij me wezen. Ja, maar daar gaat het niet om. Dus het gaat niet om of hij wel bij u kan zijn. Hij moet gewoon zeker weten dat u stopt en dat hij dan veilig over kan steken. En dat was niet het geval. Als het is wat anders, dan stop je. Maar ja. Hij had er maar net een goede wilde voor. U dacht dat u nog wel voorlangs kon? Ja. En passant worden ook nog even de ramen van de tweede bestuurder doorgelicht. 35,7. Ja, eigenlijk is het 70 wat doorlaadbaar moet zijn. Dus je zit er dik onder. Dus dat krijg je precies nog. Ja, ik moet hier over rijden. Ik wil hem niet meer horen. Die andere auto. Zie je toch dat het aanmerkelijk donkerder is? De bestuurder is niet blij. Het folie wordt ter plaatse verwijderd. Ik dacht dat even klaar. Maar je wist dat hij toen donker was? Nee, ik wist niet dat het donker was. Niet? Nee. Ik dacht dat het nog wel kon. Ja. Je zult zien, het maakt zo'n sombere dag al een stuk helderder. Kijk, en het is ook met name voor het andere verkeer, hè, van die willen gewoon zien of jij hun ziet. Vooral de kwetsbare, zoals die man op het zebrapad net. Die kan dus op een gegeven moment niet meer zien van ziet hij me nou of ziet hij me nou niet. Ja, zo doen we last van, ja. Ja. Ja, ik kan moeten stoppen, maar het zebrapad laat ik in de algemene mensen wel voor. Ik bedoel, ik vind je zelf ook fijn dat je er loopt. Overkom je. Ik rij achter die auto en ik zie die auto die drempel overgaan. Ja, en op het moment dat je zebrapad ziet en die man, beter laat, kun je wel remmen, maar sta je op zebrapad stil. Ja, en dat niet alleen. Nou, dan gaan ze die reuzen meten. Dan bleek het ook te donker te zijn. Ik had gewacht dat deze wel goed waren. Maar... Ja, jij dacht van wel. Zij hadden een ander verhaal. Ja, dat het gevaarlijk is en dat je beter op moet letten. En met die reuzen dat ze hier niet kunnen zien zitten, nou, weet niet, maar zo donker had ik ze volgens mij niet. Kun je het filmpje ook zien. En dan je zit er moet je broek op volgens mij, maar ik vind dit wel een beetje heel zekerig. Ja, vooral als je de korting eraf hebt en je bus bekeuring ook nog, als ze dan zeggen van trek het eraf. We doen alleen die bekeuring voor dat zebrapad. Ik vind dit een beetje afkinderachtig, maar een beetje ver gaan. En hoe ver ging het dan qua euro's? Die ruiten kosten 90 euro, een bekeuring. Ja, zebra ook, zo'n 150 euro. Dus een paar dagen voor niks in werken geweest. Het is zonde, maar ik doe er niks meer aan. Maar wel de gordel om, dat scheelt dan weer. Dat mag je ook wel verwachten van iemand die beroepschauffeur is. Een auto heb ik hem altijd om. Ja, dat is ook een stukje automatisch, maar ik vind het ook fijn rijden helemaal met. Het heeft toch een stukje veiligheid. Vrachtwagen in het algemeen heb ik hem niet om. En je hebt het idee dat je iets veiliger zit. Dus, je hebt een heel dag om, je bent niet zo vrij. Misschien is het wel verstandiger om hem wel om te doen, maar... Maar dan worden de gordels ook steeds beter. De mensen zitten al in de stoel verwerkt. Hij heeft er dan minder last van dan als hij niet in de stoel zit. Wat is het duidelijkste verschil tussen het rijden op de vrachtauto en het rijden met de luxe auto? Ja, vaak dat ze je de ruimte niet gunnen. Ja, vooral bij drukte in de file en zo. In het begin van de file dan zien ze dat de rechterbaan toch iets harder loopt, snel naar rechts. En op dat moment moeten ze in de rem. Maar ja, je hebt je afstand ook nodig om te remmen. Je hebt toch een gewicht wat meer druk. Maar als er dan in één keer twee auto's tussen schieten, dan wordt het zweten. Dat is soms wel vervelend. Je moet gewoon rustig blijven.
doet er toch niks aan. Ja, als hij heel extreem is, dan moet ik een keer toeteren, een keer knipperen, maar die schieten zo weinig meer op.